Nou, vanavond gaan we een hele spannende avond gaan krijgen. Want we hebben net hier een aantal netten in het koraalrif gehangen. We staan nu boven het koraalrif aquarium. En met die netten willen we gaan proberen om eieren te gaan verzamelen. Het is namelijk volle maan. En een volle maan is een van de triggers voor heel veel koraalvissen om zich voort te gaan planten. En we willen gaan kijken van welke vissen planten zich nou eigenlijk voort in het aquarium. Dus we hebben die netten geplaatst. Die eieren, daar zit een klein beetje olie, een beetje vet in. En die gaan gelijk naar het oppervlak toe. En kan je op die manier eigenlijk vrij makkelijk vangen met die netten. Daarna gaan we de eieren gaan we bekijken onder een microscoop. Van hoe zien ze er nou eigenlijk uit. En we gaan ook nog monsters nemen om voor DNA uit te zoeken van welke soort is dat ei nou eigenlijk. Nou, dit is een samenwerking die we doen samen met Blijdorp, met de dierentuin in Rotterdam. Waar ook heel veel kennis van deze techniek is. Dus het is leuk om op die manier samen te gaan kijken van nou, wat gebeurt er nou eigenlijk in alle aquaria? En we zijn samen met een Amerikaanse partner een database aan het bouwen. Die zijn daar al een aantal jaren mee bezig. En daar mogen wij mee meedoen om een database te bouwen van hoe eieren eruit zien. Dus stel je nou toch voor dat je aan een ei kan zien welke soort het is. Daarom is het zo belangrijk om die eieren te verzamelen. Hele mooie foto's, hele goede foto's te maken. Te zien van ja, wat is nou specifiek voor die soort aan het ei, aan de kleur, aan de vorm, aan de grootte. Het kunnen allerlei verschillende dingen zijn. En dan heb ik op een gegeven moment kan je dus een handboek krijgen van welke soort maakt welk ei. Nou, voor ons is het natuurlijk ontzettend leuk om te weten wat gebeurt er nou eigenlijk in de aquaria. We proberen in de aquaria de dieren zo een goed mogelijke omgeving te geven. De water, de stroming, de licht. Hè, alle lichten die hier nu branden gaan straks langzaam uit. Dan gaat de maan gaat aan. En, hè, dus we proberen eigenlijk op die manier de omstandigheden goed te maken. Maar het is ook de vis die heel belangrijk is. Heeft hij een goede partner? Zijn ze van de goede leeftijd? Zijn ze gaan ze wel goed om met de buren? Hè? Is er niet te veel ruzie? Krijgen ze goed genoeg eten dat ze ook goede kwaliteit eieren en zaadcellen kunnen produceren? En het is ook wel grappig, want er zijn al zoveel jaren dat er eieren geproduceerd worden in de aquaria. Maar heel weinig van die soorten worden groot in het aquarium. Dat komt omdat die eitjes echt piep, piep klein zijn. En op het moment dat je een heel klein eitje hebt, komt er nog een kleiner larfje uit. En dat larfje heeft een bekje die nog kleiner is en daar moet voer in. En dat is eigenlijk het moeilijke voor zo'n larfje. Om te overleven in het aquarium, dat die voldoende voer kan vinden. Er zit wel wat dierlijk en plantaardig plankton wat die kan eten. Maar dat is niet genoeg om groot te krijgen. Dus als je wil dat dat soort kleine larfjes groot worden, moet je ze er eigenlijk uithalen. En achter de schermen op proberen te kweken met allemaal speciaal voer. En ieder moment in hun leven dat ze groeien, moeten ze iedere keer ander voer hebben. Dat is iets heel andere, dat is heel andere kennis, heel andere kunde. Dat is iets wat we misschien later nog wel eens een keer op willen gaan pakken. Maar eerst toch wel die nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er nou in alle aquaria? En zijn er heel veel soorten die wel of niet voortplanten?